Derde EK-kwalificatiewedstrijd voor de vrouwen. 0-7 in Estland, 3-0 in Heerenveen tegen Turkije. En ook hier worden niet veel problemen verwacht. In Murska Sobota. Begic, balletje tussendoor. Nou, daar komt een enorme kans. En de redding is daar natuurlijk, maar niet voldoende. Slovenië komt op voorsprong tegen Oranje. Het is 1-0 door Mateja Sver. Het is een prachtige bal tussendoor. Geen buitenspel. Dekker blijft staan. Zelf kan ze het niet. Maar daarna wel in het dak van het doel geschoten door Sver. Berestijn. Jansen twijfelde tussen koppen en met de borst. Klaarleggen. Het werd dat laatste maar niet goed genoeg. Maar er komt een herkansing met Berestijn. En daar is Minima. En dat is die kans en dat is de goal. Ongelukje uitgewist, zo lijkt het. Via wie anders dan Vivianne Minima. Interland 84, doelpunt 64. Van der Donk, Berestijn. Het is randje buitenspel, maar niet eroverheen. En dan loopt ze hem uiteraard binnen. Dit is precies wat Oranje nodig had. Dekker. Aardig die bal uit de lucht gepakt door de Sloveense verdediger. Merel van Dongen. Tweede paal. Berestijn. Alle tijd. Oh, goal. Heel snel. Jubileumwedstrijd voor Berestijn. Het is een prachtige bal van Dongen. Echt schitterend. Wachten, koppen. Nog wel een hand erachter. Maar er zit niet genoeg kracht in die hand om de kopbal van Berestijn te kunnen ontkrachten. Uitbraakmogelijkheid met een goede loopactie. Uitstekend. Korosec alleen op Van Veenendaal af. Niemand had erbij. Korosec scoort. Het gebeurt twee keer. Korosec met de gelijkmaker. Het ligt volledig open achterin. En als zij er dan vandoor gaat, is er niemand die er ook terug kan halen. Verdediging prachtig uit elkaar gespeeld. Korosec, middenvelder, steekt helemaal over en is heel rustig in de afronding. En zo laten die Slovenen opnieuw hun kwaliteit zien. Het staat 2-2. Spitsen trapt. Die is scherp, heel scherp. En gaat erin. Daar is 3-2. Daar is de voorsprong weer. Eens even checken wie deze goal uiteindelijk maakt. Het lijkt erop dat het Sherida Spitsen is. Of raakt Miedema hem nog aan? Nee. Van der Donk. Pelova. Miedema. Roort gaat. Miedema. Roort. Berestijn. Geen vierde nog. Aanval loopt door via de paal. Van Lunteren. Roort. Van der Donk. Opeens wordt er goed gevoetbald. En dat leidt tot nog een bal tegen de paal. Twee keer in een halve minuut dezelfde paal geraakt als opeens het begint te lopen. Spitsen. Oh, ho, ho. Zo. Wereldgoal zeg van Sherida Spitsen. Die ene was nog met wat mazzel. Nou, vanuit deze hoek. Ai, 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 wat een mooie goal. Heerlijk. Nou, en dus zit het erop in Murska Sobota, waar Oranje op achterstand kwam. Toen een 2-1 voorsprong pakte. Dat werd nog weer 2-2. Maar daarna liepen ze door twee vrije trappen van Sherida Spitsen tot een 4-2 overwinning.